Kids, Becky G, Oud. Het is Kev's de radio waarnaar je luistert. En over de volgende artiest, daar las ik over dat hij zijn huis gaat verkopen. Voor hem dus geen huizencrisis. Of hij wilde juist van profiteren natuurlijk. Hè. De huizenprijzen stijgen ontzettend. Ja, hij heeft een heel mooi optrekje in Los Angeles, Marshmallow. En daar heeft hij in 2017 heeft hij dat gekocht. En dan denk je, waarom moet hij er nu vanaf? Hypotheekschulden, toch het huis te duur geweest? Nou, we hoeven niet echt medelijden met hem te hebben hoor. Want Marshmallow heeft nu inmiddels iets gekocht in Beverly Hills. En dat schijnt nog groter te zijn. Dus dat zal vast en zeker wel goed zitten. Dan zou ik ook fluiten als ik in zo'n leventje zat. Hij doet het samen met Khalid op deze nieuwste Numb. Joel Corey, David Guetta, Bryson Tiller, What Would You Do? Ja, wat zou jij doen met al dat succes als je 18 jaar bent? En bijvoorbeeld Ed Sheeran is al fan van je en je staat voor het eerst in Europa zo'n beetje op rockwerchten. Ja, wat zou je dan doen? Ik zou denk ik helemaal gek worden. Kid LAROI, die gaat het goed dus. 1000 miles is dit, Kev's de radio. Laatste jaar brees ze maar op Kev's de radio met een Belgische dame, Lea Ru. Ze heeft volgens mij gewoon een Nederlandse naam trouwens hoor. Maar ja, Code Rood zingt ze dus deels in het Frans en vooral heel erg in het Vlaams noemen we dat dan. Nou ja, Code Rood hè. Gisteren, dat is tenminste de dag dat ik nu Kev's de radio opneem, een dag geleden, hadden we ineens een tornado in Nederland, in Zeeland om precies te zijn. Daar werden een aantal huizen ontdaan van hun dak door zelfs door die tornado. Code Rood komt steeds vaker voor. En ik heb op mijn telefoon heb ik zo'n melding ingesteld, weet je wel. Dus dat je dan een melding krijgt als er een code geel, code oranje of code rood is. Dat is bijna iedere dag het geval tegenwoordig, joh. Laten we hopen dat dat een beetje rustiger wordt. Als we dan toch even kijken naar That's What I Want. Nou, wat I dan want, wat ik dan wil, is toch wel een lange, hete zomer. Laten we hopen dat hij eraan komt. Dit is Lil Nas X. Need a boy, you can cuddle with me on.